Een hele goede netmiddag, denk ik. Wij zijn op pad. Julan en Oud staan daarachter te kijken. Die komen zo op me af. Wij zijn naar de speeltuin onderweg. Ik heb allemaal lekkers mee, speelgoeddingetjes. En ja, laten we gaan spelen, zou ik zeggen. Want je moet iets te doen hebben, toch? Maar dan zijn ze in ieder geval even eruit geweest, want op de bank hangen is ook zo saai. Inmiddels zijn we al even thuis. Ik heb een paar foto's gemaakt, maar ik heb niet kunnen filmen. Die ga je nu zien. Leuke foto's, voor zover ik foto's kan maken. Julan en Oud zitten even buiten te relaxen. En Sam ligt te slapen. En Leon, die moet eigenlijk ook slapen, want Leon is super moe en ook heel vervelend. Daarom lig ik nu even bij hem. En hij heeft al ook al op zijn kamer gezeten, maar dan gaat hij alleen maar zitten etteren. Dus vandaar, Jordi is zijn eigen dingetje aan het doen. Ik hoef Pumba niet aan iedereen te laten zien. Iedereen weet dat dat een gele clown is. Met een rode neus. Dat is jouw Pumba, hè? Pumba. 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 Ja, Pumba. Pumba. In ieder geval, Niels komt dadelijk alweer thuis. Het is al 4 uur. En ik ben kapot moe. Ik moet nog wat dingen opruimen enzovoort. Maar ja, dat. Ik was straks heel eventjes naar de Action geweest. Want ik weet, die jongens die gaan heel graag zwemmen hier. En dat zijn ze nu ook aan het doen. En ik had iets leuks voor ze gevonden. Ik had deze bootjes bij de Action gevonden. Vind je ze leuk, jongens? Ja. Ja? Het is heel makkelijk om op te pompen. Ja, je moet jezelf oppompen. En dan moet je dat ding opdraaien. Ja. Dan moet je die opdraaien, jongens. En dan gaat die rond. Ik heb net hebben. En Niels zit er nou ook bij. Doe normaal, mafkees. De jongens hebben in ieder geval weer lol. Een hele goede morgen. Het is nog morgen. Kindjes zijn lekker aan het spelen. Eén van de tweelingen zit hier. Ik vraag even, wil je op camera of niet? Ja? Julan zit hier. Nout zit boven op logeerbed. En boven op zolder wordt er op dit moment... Wat wordt er gedaan, Julan? Ja, er wordt een heel ding om de wasmachine en de droger gebouwd. Zodat ik mijn, zoals Niels zegt, mijn woman cave heb. Ik heb ook mens cave. Weet je wel, waar alle mannen dachten en dat soort shit. Nou, ik heb daar mijn woman's cave. Dat. Dus ja, hè. Dadelijk om 12 uur zal ik eventjes lunch maken voor alle heren. Want ik zit in een huishouden momenteel met alleen maar mannen. Ik ben de enige vrouw. Realiseer ik me net pas. Normaal heb ik je jint of je moeder nog rondlopen. Maar dat is momenteel niet het geval. Ja, je hoeft een meisje. Maar, hè. Dus ja, een huishouden vol testosteron. Maar goed, hè. Dadelijk ga ik lunch maken. En ja, we hebben al veel gedaan vanochtend. De tuin opgeruimd en van alles. Vandaag zijn we weer een stapje verder gekomen. Ze hebben hier een hele kast gemaakt. En dit helemaal. Is het, ja, in ieder geval waardoor je warm water krijgt. Ketel.
En dit komt over de hele stuk. En dat komt ook aan die kant. Dus ja. Maar nu is de kwestie van de boel poetsen. Want anders heb ik daar een probleem. Want dan kan er geen enkel kind naar bed. Dus dat ga ik nu doen. Zodat alles weer klaar is. Bedden schonen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja. Ik ga aan de slag. Zo. Het is 5:30. Ik heb alles hier helemaal schoon. Tadaa. Daar staan nog schoenen. Ik heb mijn hele huis nou schoon. Op de douche na. Maar de douche doe ik van de week even. Ja. Niels heeft afval aan het doen. Ik heb boven helemaal gepoetst. Ik heb alle bedden verschoond, et cetera. Dus ja. Ik heb mijn best gedaan voor vandaag. Ik ben kapot. Ik ga nog heel even zitten en wat drinken. En dan is daar even het douchen. Want dat. Even. Dus ja. En dan morgen komt Inge hier met Emiel en Jinte. En dan gaan Julan, Nout, Emiel en Niels de hele dag lekker zwemmen. En dan ben ik hier met de kinderen en Jinte en Inge. Nou, ik heb nog niet veel gevlogd, dus goeiedag. Ik ben bezig met eten maken. Kinderen zijn nog aan het zwemmen. Julan en Nout, Niels en Emiel zijn vandaag hier bij het Sportium geweest. Inge is vanmiddag hier geweest met Jinte. En mijn kinderen zijn hier ook geweest. En nu gaan we daar eten. En dan uiteindelijk gaat iedereen weer naar huis. En dat was mijn weekend. Dus ja, lekker relaxed. Daar is Jordi. Jordi houdt hier allemaal niet van, is veel te druk voor hem. Dus ja, hè. We doen het allemaal mee. Alles is hier weer netjes. Ik heb nog wel wat vaat staan. Dus ik ben even op de vaatwasser aan het wachten, zodat hij uit en in kan ruimen. Niels die is al gedoucht en naar bed toe. Die was helemaal kapot. Die was vanochtend om 4:00 ook al met Liam op. Want die dacht bij zijn eigen, ik ga niet meer slapen. Dus dat. Maar ik heb hier alles helemaal schoongemaakt. Alles is weer op en top. Ik heb ook al geëdit. Dus het laatste stukje van de video. En ik zag ook dat ik niet zo heel veel heb gevlogd. En ik weet ook waarom dat er is. Ik heb mij voornamelijk bezig gehouden met alle kids hier. En zorgen dat zaterdag iedereen eten en drinken had. Vandaag iedereen eten en drinken had. We hebben gewoon met z'n allen lekker geontbijt. De jongens en wij. En we zijn gewoon lekker aan het relaxen. Of ja, relaxen. Gewoon lekker quality time gehad met de jongens. En dan staat vloggen voor mij gewoon niet op één, maar vloggen staat voor mij dan echt een paar stappen lager. Dus dat. Maar voor de rest, Jordi is nog wakker. Die is einde van de middag ook in slaap gevallen, dus die is nu nog wakker. En ja, voor de rest doe ik het rustig aan. Ga ik daar nog even oefenen buiten laten en... ga ik daar ook naar bed. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.